Hallo, lieve kijkers. Of kan ik beter zeggen, luisteraars. Vandaag praat ik Nederlands. Want dat had ik al een tijdje niet meer gedaan. En ik praat ook erg dicht bij de microfoon. Dus ik hoop dat dat ook fijn klinkt. Ik zal mijn best doen om zo rustig mogelijk te praten. Ik hoor nog wel eens in het dagelijks leven dat ik erg snel praat. Dat doe ik van nature, dus ik merk het zelf eigenlijk gewoon niet. Maar ik moet natuurlijk wel een beetje ontspannend zijn als ik hier dingetjes ga vertellen. Dus ik zal mijn best doen om dat rustig te blijven doen. Ik zat ook een beetje na te denken waar ik allemaal over kon praten vandaag. En omdat ik het in het Nederlands doe, blijf ik het liefst ook zoveel mogelijk in het Nederlands praten. Maar dat is lastig, want ik dacht over muziek. En bijna alle muziek die ik luister is Engels. En ik kijk series en die zijn allemaal Engels. En mijn studie is in het Engels. En zelfs winkels waar ik graag naartoe ga. Of ja, merknamen of slogans. Allemaal Engels. Dus het zal voor iedereen die me kan verstaan misschien een beetje vreemd klinken. Maar ik ga proberen om sommige dingen naar het Nederlands te vertalen. Ook al klinkt dat misschien een beetje raar. Maar ik hoop dat jullie sowieso eigenlijk gewoon lekker in slaap vallen bij mijn geklets. Want dat is natuurlijk sowieso de bedoeling. Ik ben een flinke meisjesmeisje. Ik hou heel erg van make-up en verzorging. Ik gebruik niet heel veel gezichtsmake-up. Ik gebruik... Oh ja, dit wordt al lastig. Ik gebruik geen baby... of zo. Of andere dingen waar je gezicht vol mee plamuurt. Ik bedoel niet dat ik het lelijk vind. Sommige mensen kunnen het heel mooi doen. Maar je goede kleur uitzoeken vind ik persoonlijk erg lastig. En je koopt dan eerst een heleboel verkeerde kleuren en dat is zonde. En nou ja. Het is een beetje lastig. Ik ben bioloog, dus ik, en dan vooral zeg maar richting ecologie. Dus dat betekent dat ik ook dingen in het veld ga doen. Ja, daar is wel slecht weer. Dus als je daar bent, dan moet je gewoon praktisch zijn. Als het überhaupt handig als je geen make-up op hebt. En gezichtsmake-up is... het meest gevoelig voor slecht weer, vind ik. Ja, als je je ogen hebt opgemaakt met oogschaduw, mascara, dan is dat ook wel vervelend, maar dat overleeft het beter dan crèmes en het afpoederen en je rouge. Dat is eigenlijk een Frans woord volgens mij, maar oké. Dat soort dingen. Maar naast make-up ook heel erg van lichaamsverzorging. Ik gebruik onder de douche scrubs en ik heb aardig wat body crèmes. Nog een Engels woord dat ik veel gebruik om mee in te smeren en na douchen. En
Ik heb al wat favoriete merken. En de winkelketens hebben een Engelse naam, dus bij deze ga ik dat even vertalen. De lichaamsboters van de lichaamswinkel vind ik erg lekker. En de winkelrituelen hebben ook erg lekkere spullen. En toevallig heb ik op het moment van beide een cadeaubon. De eerste cadeaubon van de winkel voor rituelen. Die had ik gekregen vanwege mijn bachelordiploma. En ik had er ook nog eentje gekregen omdat mijn moeder er eigenlijk gewoon eentje over had. Ze had met spaarpunten een bon kunnen krijgen voor de helft van het geld. Dus dat is leuk. Dus daar kan ik lekker gaan kijken. Zeker nu de kerstcollecties er weer zijn. Dus we zoeken lekkere dingen. Ik ben ook al een tijdje op zoek naar de perfecte naaktkleur lipstick. Meisjes begrijpen denk ik wel wat ik bedoel. Het is weer een vertaling van een Engelse term eigenlijk. En weet je, dat is een beetje een, dat is een lipstick die een beetje huidskleur heeft, maar dan wel met een, ik wil hem dan wel net wat frisser, met een vleugje roze erin, maar een goede kleur vinden die je niet een beetje ziek of flats laat lijken, is best wel lastig. Dus ik ben bij aardig wat de winkels al bezig kijken. En bij de winkelrituelen heb ik er nu dus, oh, dat klinkt zo raar om op die manier te zeggen, Bij die winkel had ik op zich wel een aardig kleurtje gevonden, maar die lipstick was 16 euro geloof ik. Dat vind ik persoonlijk vrij duur. Ik weet eigenlijk niet zo of de kwaliteit van de make-up van die winkel wel heel erg goed is. Ik heb daar niet zo ervaring mee. In ieder geval niet met lipsticks. Ik heb ook een oogschaduwdoosje van. Die was ook vrij prijzig, maar die gebruik ik ook wel erg veel. En hij is nog lang niet op, dus dat vond ik niet heel erg. Waar kan ik nog meer over kletsen? Er zijn altijd wel dingetjes die ik wil, natuurlijk. Nou, ik ben een tijdje terug in september. Mijn masterstudie begonnen. Ik heb nu een vak. Ja, moet ik even kijken hoe ik dat het beste kan vertalen. Beschermingsbiologie. Dus dan ga je kijken naar problemen die natuur en biodiversiteit bedreigen. Zoals invasieve soorten. Of dat landschappen gewoon verwoest zijn door landbouw of boomkapping of mijnbouw, steengroeven, dat soort dingen. En hoe je dat weer kan restaureren. Dat is op zich wel een interessant vak. Ik moet dit jaar ook een onderzoek doen van minstens 36 punten. En ik heb een research gevonden en daar ben ik wel enthousiast over. En dat vind ik wel heel erg leuk, want tot nu toe had ik tijdens mijn studie eigenlijk nog niet echt iets gevonden waar ik echt enthousiast van werd. Weet je, het was allemaal wel aardig, maar weet je, de mensen die dat onderzoek doen, die vinden dat zo ontzettend gaaf, die wijden eigenlijk gewoon hun leven aan een bepaald onderwerp. En nou ja, ik was dat gewoon nog niet echt tegengekomen. Dat is ook de reden dat ik mijn master niet volledig biologie doe. Maar dat het tweede jaar bestaat uit communicatie.
En op die manier, daar moet ik ook een stage voor doen. En dat kan ik dan doen bij een televisieprogramma. Weet je wel, Klokhuis voor kleine kinderen of Proefkonijnen van BNN bijvoorbeeld. Of ik kan bij een blad gaan werken zoals De Kijk of The Quest. Het zou mij heel erg leuk lijken om op een redactie op die manier mee te lopen. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. Maar goed, dat is in het tweede jaar pas. Ik ben nu bezig met mijn eerste jaar. En ik heb een onderzoeksonderwerp gevonden waar ik wel zin in heb. Oh, sorry, mijn houding is niet optimaal. Dat je niet te veel hoort van het bed. Ik begin een beetje te trillen, geloof ik. Als ik heel erg beweeg, gaan de veren van het bed gaan lawaai maken. Ik had trouwens ook nog speciaal voor de video een leuk lipkleurtje op gedaan. Maar de manier waarop ik nu zit, zie je mijn mond helemaal niet. Maar dat geeft niet, want ik vind het gewoon een leuk kleurtje. Mooi roze. Oh, kun je dat niet echt heel erg goed zien in dit licht? Je ziet wel dat ik iets op heb. De reden dat mijn mond niet in beeld is, omdat ik dichter bij de microfoon wil zijn, dan lukt dat niet. Ik ben eerlijk gezegd ook een beetje onzeker over het heel erg dichtbij filmen van mijn mond, want een van mijn voortanden is half afgebroken toen ik jonger was. Ik heb een hockeystick in mijn gezicht gekregen tijdens de training. Toen was een halve tand uit mijn mond geslagen. En mensen zien het niet, maar ik weet wel dat het niet mijn eigen tand is. Mijn voortand. En ik vind hem er eerlijk gezegd wel duidelijk anders uitzien dan mijn andere tanden. Dus weet je, ik vind het zelf altijd wel leuk. Eigenlijk, op de een of andere manier, om te kunnen kijken naar mond, als ik dit soort filmpjes zelf kijk. Maar, nou ja, ik voel me daar niet helemaal prettig bij, eigenlijk. Dus dan doe ik het ook lekker niet, toch? Het is nu niet echt iets heel erg interessants om naar te kijken, maar nou, ik hoop dat je nu toch wel lekker je ogen dicht hebt. En aan het ontspannen bent. En dat je misschien al wel een beetje in slaap gevallen bent van mijn stem en van mijn make-up verhalen. Ik upload de laatste tijd niet meer zoveel. Dat komt vooral omdat ik maar weinig tijd heb om te filmen. Ik film het liefst als ik alleen thuis ben. En ik ben niet zo vaak alleen thuis. Ik woon samen met mijn vriend. En momenteel is hij werkloos. En dat is heel erg vervelend. En over het algemeen vind ik, ja. Het heeft natuurlijk alles even twee kanten. Hij is veel thuis. Ik vind het fijn als hij er is. Maar hij mist zo langzamerhand echt een uitdaging. Hij heeft ook een masterdiploma en hij heeft zoveel van zijn mars. En hij krijgt geen PhD-plek. Toevallig gisteren gehoord dat hij een PhD-plek niet gekregen heeft, waar hij heel, heel erg op gehoopt had. Dus gisteren was een beetje een zware dag. En in het weekend ben ik momenteel alleen, omdat hij nog een bijbaantje heeft ergens anders. Maar dat is maar voor een paar uur. Dus dat is officieel valt hij dus nog steeds onder de werklozen. Omdat hij zo weinig uren kan werken. En, maar goed, dat betekent dat ik alleen in het weekend tijd heb om te filmen. En in het weekend wil ik natuurlijk ook een beetje relaxen. En een beetje het huis op orde maken. Een beetje een keer wasje draaien. Boodschapjes doen. Dat soort dingen. Ook nog wel lezen of werken aan opdrachten.
En ja, ik moet natuurlijk ook in de stemming zijn. Dus als ik heel vrolijk lekker aan het opruimen ben, dan ben ik niet in de stemming om rustig te gaan zitten om een filmpje te maken, bijvoorbeeld. Dus het is een beetje lastig. En ik probeer dit weekend twee filmpjes op te nemen. Dit is het tweede filmpje dat ik opneem nu. Ik weet niet of die de andere hiervoor of hierna uploaden. Maar dat is weer een stil filmpje. Dus ik heb qua stem. Dus in het vorige filmpje heb ik helemaal niet gepraat. En dit filmpje is alleen maar praten eigenlijk. Dus dat vond ik wel een mooie balans. Omdat ik afgelopen tijd aardig wat filmpjes had opgenomen. Waarin ik geluiden maak en veel klets. Dus denk ik, doe ik nu van allebei weer even apart. En misschien dat ik er morgen nog eentje opneem. Maar ik weet nog niet of ik er tijd voor heb. Want ik krijg er persoonlijk veel waarde aan dat ik elk filmpje andere nagellak op heb. En ja, nagellakken, ik weet niet, ik vind het heel erg leuk om te doen, maar het is altijd langdurig werk, want het moet voordat het uitgehard is en je weer dingen kan doen, ben je toch eigenlijk wel weer minstens 1 of 2 uur verder. Dus op die manier kan ik niet heel aansluitend filmpjes opnemen. En als ik filmpjes wil opnemen, dan kan dat ook eigenlijk alleen tot 1 uur of 3. Het is nu al 3 uur geweest en dat vind ik een beetje griezelig, want het boekcafé is nu al open boven mij. En als er mensen zijn, dan maakt dat toch wel erg veel lawaai. Dus daarom probeer ik het nu ook ervoor te doen. En zelfs tussen, zeg maar, 's ochtends en 3 uur 's middags zijn er nog mogelijkheden tot lawaai. Want onze buren, die hebben kleine kinderen en die hebben nog wel eens de neiging om heel erg hard heen en weer te gaan rennen. En dan maakt het ook lekker lawaai. Dus het is altijd lastig. Ik wil graag alleen zijn. En ik moet in de stemming zijn. En niet heel veel andere dingen te doen hebben. En er kan ook niet te veel nabij zijn. Dus dan blijven er niet zoveel momenten over waarop ik echt kan filmen. Ik moet ook een idee hebben natuurlijk. Soms heb ik ineens heel erg veel ideeën. En dan kan ik niet wachten tot het weekend is. En soms denk ik, ja, ik heb nu wel tijd. Maar eigenlijk gewoon geen inspiratie. Van waar moet ik het? Waar moet ik over kletsen? Wat voor voorwerpen kan ik gebruiken? Weet je, ik heb toch al wel aardig wat dingen in mijn huis al gehad. En moet ik dan maar dingen nog een keer gaan doen? Of dat is soms best lastig. Ik heb nu mijn nagels net schoongemaakt trouwens. In het andere filmpje had ik een zwarte nagellak op. En hij was zwart. En hij had ook een structuur. Hij had gouden 6-hoekige glitters en ja, zwarte korreltjes eigenlijk. En ik vond hem er wel echt heel stoer uitzien, maar hij paste niet zo goed bij mijn stemming op het moment. En nou ja, hij is echt heel ruw. Je liquid sand, oh nee, is het, dat was nu heb ik 2 keer Engels gezegd, heb ik ook nog eens gevloekt. Vloeibare zandlakjes. Die zijn al een beetje ruw. Maar die nagellak, die zwarte nagellak met de korreltjes, was nog veel ruwer. En zo ruw dat hij ook aan dingen bleef haken. Toen wilde ik mijn vest aandoen. En toen trok ik een pluisje van mijn vest mee met het oppervlak van mijn nagel. Dat vond ik gewoon niet praktisch. Dus ja, uiteindelijk maar een dag opgehad. En toen allemaal weer afgehaald. Nu heb ik voor vanavond blanke. Oh, kijk. Ik denk dat jullie dat wel konden horen. Dat was, dat waren de buurkindjes. Die heen en weer. En, ik kan niet echt voorspellen wanneer dat gebeurt. Elke keer ergens anders. Dus ik film nu in mijn slaapkamer. Want dan heb ik niet. Dan heb ik geen last van lawaai van de gang. Waar een soort van, waar een bierpomp koel
apparaat staat voor het bokkenveen. Die gaat altijd om de 10 minuten aan. Dus als ik sinds ik hier woon, filmde ik steeds in de keuken. Het is wel vervelend. Ik kan moeilijk knippen in filmpjes waarin ik klets. Daarom had ik gehoopt dat ik, als ik in de slaapkamer ging zitten, dan hoefde ik ook niet te stoppen tussendoor vanwege dat apparaat dat aanslaat op de gang. En nu ben ik 20 minuten aan het kletsen en nu gaan de kindjes van de buren heen en weer. Dat is altijd lastig. Maar niks aan te doen. Ik hoop dat het niet te hard klinkt. En ik hoop dat jullie toch al lekker een beetje in slaap gevallen zijn. Of in ieder geval lekker relaxed. Ik geloof dat het niet heel erg goed gelukt is voor mij om langzaam te praten. Maar. Ik hoop dat het toch een beetje rustgevend was. Dan ga ik nu denk ik ook maar afsluiten. Mijn camera heeft namelijk de neiging om uit zichzelf te stoppen na een minuut of 20. Tussen 20 en 24 minuten houdt de camera er zelf mee op. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het bestand op een gegeven moment te groot wordt, dan moet hij hem afkappen, anders dan kan je hem daarna gewoon niet meer verplaatsen of zoiets. Dat is een beetje raar, maar nou ja, dat is niet anders. En nee, als ik heel eerlijk ben, zit ik op dit moment ook niet meer heel erg comfortabel. Of ik lig eigenlijk, ik steun op mijn armen. Oh, nog meer lawaai van boven. Ik ga maar snel afsluiten voordat ze de boel afbreken. Welterusten, lieve mensen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.